Het is donderdag 15 mei, dit is campagne 25-5. Een goede avond. Vanaf vandaag fietsen we in dit programma door de verschillende partijprogramma's. Elke dag komt één partij aan bod die we confronteren met politicoloog Mark Swingedouw van de KU Leuven en met iemand van buiten de politieke arena. En vandaag is dat Janne de Smet. Ze is actrice en theatermaakster en volgt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet. En vandaag bekijken we de PVDA. Die partij kwam in 2012 stevig binnen in de Antwerpse gemeenteraad en rekent nu ook op landelijke zetels. De partij is de erfgenaam van communistische voorgangers als Amada, maar is er onder voorzitter Peter Mertens in geslaagd zich anno 2014 op de politieke kaart te zetten. Hij is onze gast en we vroegen hem ook om één medestander mee te brengen. Hij koos voor Mie Branders, Antwerps gemeenteraadslid en eerste opvolger voor de Kamer. Welkom allebei. Ja, meneer Mertens, waarom hebt u mevrouw Branders meegebracht? Het is een voorbeeld van hoe wij werken in mijn ogen. We zijn een partij van de daden, 40 jaar geneeskunde voor het volk. Dat zijn geen beloftes, maar daden in de praktijk. En ik heb ongelooflijk veel respect altijd gehad voor Mies. Ze heeft het hart op de tong. En is een ongelooflijk actief iemand ook in de gemeenteraad. Ja, mevrouw Branders, u was de eerste vrouwelijke arts bij geneeskunde voor het volk hier in Antwerpen, heb ik... Die gebleven is daar, in Hoboken, met bijvoorbeeld Lieve Seuntjes uit Deurne. Die is mijn voorgangster, maar die is dan in Deurne gestart. Ja. Nu, dat militante, dat zit er zwaar in bij uw familie, hè? Want uw zoon hebben we hier in het lijsttrekkersdebat voor de Vlaamse verkiezingen afgelopen weekend gezien. Van waar dat militante? Ik sta daar ook naar te kijken. Het zit er precies wel in, hè? Maar ik denk dat hij gewoon het voorbeeld heeft gehad van dag in dag uit met de dingen des levens bezig te zijn, met de sociale realiteit te leren kennen en dat hem dat ook heeft gerevolteerd om iets te doen. En het belangrijkste denk ik van zijn keuze is dat hij andere jongeren ook in gang gaat krijgen. Dat hoop ik echt, de anderen ook de stap vooruit gaan zetten en in de schijnwerpers gaan staan. Goed, dan gaan we nu even in op uw programma. En in een eerste blokje kijken we naar de toestand in de campagne en hoe de partij, in dit geval de PVDA dus, zich daarin beweegt. Ja, meneer Mertens, u staat op de kaart. Dat leren ook de peilingen ons. Maar in Antwerpen draait op dit moment alles rond die mobiliteit. En dan lijkt het dat op de linkerkant groen de aandacht naar zich toe trekt. Is dat geen bedreiging voor uw partij? Nee, zeker en vast is dat geen bedreiging. We zijn sinds 2007 zeer actief rond de mobiliteitsproblematiek. En ik ben bijzonder blij dat wij het thema van gezondheid hebben binnengebracht in dat dossier met Dirk van Duppen, die het fijnstof als problematiek op de agenda heeft gezeten. En mijn geneeskunde voor het volk die het onderzoek heeft gedaan dat 1 op 2 kinderen hier in Antwerpen moeten puffen, dat abnormaal veel is. En de mobiliteit verbinden met gezondheid en daar een oplossing naar zoeken, ik denk dat dat echt een bijdrage en een rijkdom van geneeskunde voor het volk is. Maar mijn punt was eigenlijk dat discours, dat lees je ook bijvoorbeeld bij Groen. Ja, wij zijn heel blij dat er andere partijen daarmee overnemen, maar ik denk mensen op het terrein, en dat merk je ook op die activiteiten als de Mars van die 10.000, die respecteren nog wel wat wij hebben gedaan. Maar ik ben ook blij dat Groen vooruit gaat, uiteraard. Maar mensen weten ook wel dat de Partij van de Arbeid al 19 informatieavonden heeft georganiseerd, in de volkswijken durft te trekken, mensen mobiliseert, mensen weten dat nog wel. Maar is het niet dat Groen gaat profiteren van het feit dat zij eigenlijk issue-eigenaar zijn van heel dat milieu- en mobiliteitsdossier en dat jullie eigenlijk aan het werken zijn om Groen wat groter te maken? Nu, wij werken om heel links groter te maken, dus ik denk dat dat ook kan lukken. Wij zijn locomotief op heel veel terreinen. Ik zie dat ook rond de kwestie van de vermogensbelasting bijvoorbeeld. Ik zie nu net voor de verkiezingen andere partijen toch opschuiven in de richting van vermogensbelastingen. En dan denk ik, kijk, we zijn goed bezig als PvdA. We zitten een aantal agendapunten in de kijker en andere partijen profileren zich daar ook rond. En op korte termijn kan dat misschien voor Groen iets opleveren, maar op langere termijn zijn wij die locomotief langs links. Volgend punt in nogal wat debatten en commentaren. Is het niet de ring die overkapt wordt, maar wordt u overkapt? Ze zeggen bijna een cordon sanitair, daar doen we geen zaken mee. Mevrouw Branders, dat is niet fijn natuurlijk. En wijst dat niet op iets? Als men zelf denk dat men een cordon sanitair rond ons moet leggen, dan moet men dat vooral maar uitspreken. Maar ik denk dat wij toch bewijzen dat we op een hele constructieve manier kunnen samenwerken. Alleen al in Borgerhout doen we dat.
Ik heb een van de mooiste complimenten gehoord onlangs over onze medebestuurder in Borgerhout. Dat was een vader, een Marokkaanse vader, die zei: sinds dat er een coalitie is aan linkerzijde, wordt Borgerhout niet meer elke dag afgeschilderd als een gevaarlijk terroristisch nest. Maar komen daar gewoon ook terug normale thema's op de agenda, zoals fietsen op de Turnhoutse baan en dergelijke dingen meer. Dat is een verdienste dat wij heel die zwarte kijk op een deel van Antwerpen hebben kunnen omturnen in iets, een normaal district waar wij ook mee willen aanbouwen om voor jongeren een toekomst te geven. Dat is natuurlijk lokaal beleid, hè. Daar wil ik helemaal in meegaan. Maar als we het nu hebben over nationaal beleid, dan komt toch eigenlijk ook meer ideologie te passen. Het aanleggen van de Turnhoutse baan, dat moet veilig zijn, punt. Of dat nu links of rechts is, veilig moet het zijn voor iedereen, niet alleen voor de auto's. Maar u spreekt over een socialisme 2.0. In uw programma zegt u heel duidelijk van de oorzaak van heel de ellende, dat is het kapitalisme en dat moet veranderd worden. Naar welk systeem wil je dan gaan? Is dat nog een democratisch systeem? Komt het communistisch systeem terug in het zicht? Hoe moeten we dat zien? Iedereen moet zien wat hij wil zien. Hè. Ik heb een boek geschreven, Hoe durven ze? En ik klaag daar inderdaad heel straf een aantal zaken aan. Ik vind ook dat dat moet gebeuren. Ik vind ook dat het zoetwater gebeuren in het midden, waar iedereen nu samenhokt, ons te weinig democratisch debat heeft bezorgd. En ik vind wel dat er een stem terug nodig is die zegt van kijk, wat die banken hebben gepresteerd om ons met z'n allen nu in de crisis te leiden, dat is echt ongezien. En die gaan gewoon... Welk systeem wilt u hebben om het te kunnen waarmaken? Ik zal proberen erop te antwoorden. Ik vind dat... de democratie verrijkt wordt met een stem van onderuit die zegt van kijk, laten we op die structurele oorzaken van wat die banken en de financiële wereld heeft gedaan, laten we daarop ingrijpen. En het is niet normaal dat wij in Europa met z'n allen, met jongerenwerkloosheid die torenhoog is, die crisis moeten betalen. En daarom stellen wij bijvoorbeeld voor dat er één publieke bankensector komt, een nieuwe ASLK, naast de private banken. Dat zijn de hervormingen die wij voorstellen. En dat is allemaal binnen een democratisch kader. Ik wil even met respect voor de democratische meerderheden en we zijn weg van de revolutie, geen revoluties meer. Om te beginnen moet er al een... Er moet nu een extra democratie bij komen. Als ik de kranten lees, wat zie ik? Alle partijen zijn erover eens dat de sociale zekerheid te duur is. Alle partijen zijn erover eens dat iedereen langer moet werken. Alle partijen zijn er helemaal niet over eens. Om te beginnen zijn wij het er niet over eens. Dus die unisono stem tegen de gewone werkende mensen, dat is een gebrek aan democratie op dit moment. En dat is... een van de redenen waarom wij ook in het parlement moeten zitten, om eindelijk eens een stem te geven aan die mensen die er eigenlijk nooit nu gehoord worden. Maar als je tegen werkloosheid bent, wat dat fantastisch zou kunnen zijn, hoe zien jullie dat dan? Hoe zie je dat dan creëren? Meer jobs, meer mogelijkheden voor jongeren? Overheid. Ik reken niet alleen op de... Want de overheid is natuurlijk een containerbegrip. Heel concreet, in de zorgsector bijvoorbeeld. Hè. De meeste mensen die daar nu werken, die willen meer andere verpleegsters en zorgkundigen in die zorgsector. In een rusthuis bijvoorbeeld zijn er nu 2 verpleegsters voor 110 bejaarden. Dat is een heel groot probleem. Men stopt die mensen om 6 uur in bed, omdat er te weinig personeel is. En die snakken allemaal naar meer personeel. En dan zeggen wij, alsjeblieft, in die rusthuizen, in die verzorgingstehuizen, kun je ongelooflijk veel werk creëren. Onderwijs, in plaats van 27 nationaliteiten samen te zetten in grote klassen, creëer kleine klassen met extra leerkrachten. Dus dat is niet in de abstracte overheid, dat is in een aantal sectoren die nu volktekort hebben, waarin je moet... Maar dat klinkt superlogisch, alleen is het raar dat niet gebeurt. Omdat er een keuze is, denk ik, van waar dat je in moet investeren of niet. Heel Europa volgt nu een besparingslogica. Wij willen een investeringslogica volgen. En dat staat haaks op wat er nu gebeurt. Ik wil er even op doorgaan. Want andere partijen die komen allemaal met becijferde voorstellen. Ja. Mevrouw Branders, dat wordt uw partij verweten. Hè? Dat uw programma niet becijferd is. Dat is helemaal niet waar. Ons programma is perfect becijferd. Alleen diegenen die nu... de regering uitmaken, zijn niet akkoord met onze cijfers. Men heeft een andere visie over de manier waarop wij de cijfers willen verdelen. Naar de rekening 14, u kunt van professor Andere Koster, mijn collega, niet zeggen dat hij jullie niet wilde berekenen, maar in elke uitgave moest hij zeggen van ik wou wel het PvdA-programma meenemen in de berekeningen, maar er zijn geen gegevens voor. Dat is niet correct. Dat is niet correct. Wat er is gebeurd met professor De Koster is bijvoorbeeld rond de hervorming van de kinderbijslag. Ons standpunt was heel duidelijk. Wij vinden dat de huidige situatie moet blijven duren. Wij zijn niet akkoord met de 13% besparingen die alle partijen willen. Wij hebben dat becijferd, wij hebben dat ingediend. Maar omdat wij niet meegaan in de splitsing van de kinderbijslag, neemt men ons niet op in de rekening. En dat vinden wij deontologisch absoluut niet kunnen.
hetzelfde rond de vermogensbelasting. Wij hebben een boek geschreven, wij hebben een onderbouwde studie twee keer laten uitvoeren. We hebben samengewerkt, Marco van Ees, met Thomas Piketty, de Franse professor, om dat allemaal te onderbouwen. En men kan er politiek niet mee akkoord zijn, maar men kan niet zeggen dat onze onderbouwing en onze fundamenten, dat die niet wetenschappelijk zijn. Dus alsjeblieft, voer tegenover de PvdA een politieke discussie van we zijn niet akkoord of niet akkoord, maar zeg niet dat onze stellingen niet onderbouwd zijn in onze 247 bladzijden. Ik denk dat we een algemeen kader hebben. We zoomen nu even in op een aantal heel concrete programmapunten, zodat de mensen een idee hebben. En dan wil ik, meneer Mertens, mevrouw Branders, even terug naar die vermogensbelasting, daarnet al genoemd. Hoe ziet u dat in de praktijk? Want tussen droom en daad enzovoort, mevrouw Branders? Ja, dat is een kwestie van een kip en het ei. Hè. Ofwel zegt men, we kunnen hier geen vermogensbelasting toepassen, want er is geen vermogenskadaster. Ofwel zegt men, we willen geen belastingen heffen op grote vermogen en daarom houden we toch maar het vermogenskadaster achter de hand. En onze stelling is, je moet de kip eerst pakken, je pakt eerst een vermogenskadaster en dan kun je absoluut eerst of daarna ook de belastingen heffen op vermogens. Ik denk dat we een democratische meerderheid vinden voor de vermogensbelasting in dit voor land. Voor 25 mei gaat dat lukken. Voor 25 mei gaat dat moeilijk lukken. Maar veronderstel dat we daar toch eens toe komen, dan ga je hoe dan ook een bepaalde periode hebben dat je geen vermogensbelasting hebt, omdat je dat gaat opbouwen. Je moet die effectief gaan opbouwen en gaan doen. En het gaat niet van een leien dakje lopen, dat weten we ook. Wat gaan we intussen tijd doen? Hoe gaan we intussen tijd de plannen die jullie naar voren leggen om meer personeel in de zorgsector, om meer personeel in het onderwijs, om meer personeel, laten we zeggen, een verdubbeling van de overheid, als ik het bijna zou denken, als ik over alles samen neem door je programma, hoe gaan we dat financieren? Er is geen verdubbeling van de overheid. Het is de stoppen van de afbouw van het overheidspersoneel, zouden we dat nu kennen, ook in steden en gemeenten. Want we zitten op het tandvlees. In de bibliotheken, in de zwembaden, op alle niveaus, bij de kinderverzorgsters, zitten we op het tandvlees. Dus alsjeblieft, met steeds minder volk, meer taken, dat gaat niet. En daarom zeggen we, laten we naar een valabel niveau komen. En daarom zeggen we, voor ons, in onze positie, is een vermogensbelasting een ongelooflijk belangrijk breekpunt. Om te kunnen investeren, natuurlijk, zonder vermogensbelasting kan je dat absoluut niet garanderen. De vraag is, waar komt het geld nu vandaan? Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. In de gezondheidszorg hebben wij een heel gedetailleerd plan gemaakt van waar dat we binnen de financiering van de gezondheidszorg dingen uitsparen om die te herinvesteren in diezelfde gezondheidszorg in mensen. Dus alles wat er nu verloren gaat aan de farmabies voor medicijnen die niet nodig zijn of voor medicijnen die het tienvoud van hun waarde moeten kosten. Het Kiwi-model bijvoorbeeld. Ja. Daarmee kunnen we in de gezondheidszorg prachtige dingen doen. Als ik het systeem van jullie neem, zeggen jullie 1% wanneer je vanaf 1 miljoen, 2% vanaf 2 miljoen euro, 3% vanaf 3 miljoen euro. En op die manier gaat u gaan. Nee, absoluut. Dan stop het. Dan stop het. Oké, 3% is over. Maar zelfs met 3% zitten we Europees gesproken aan een zeer hoog maar daarom ding. En dan is het mijn vraag van, oké, veronderstel dat we dat in België invoeren, dat we daar een democratische meerderheid van hebben, gaan we dan niet in de plaats van de departeurs naar België zien te komen, dat soort volk allemaal zelfs naar Nederland te zien gaan? Ik ben blij dat u het vraagt. In Frankrijk is net een studie uit van de Franse Senaat over de vermogensbelasting die daar is ingevoerd. En daar is wel geteld 1% van alle vermogenden, dus de miljonairs, die daar hun belasting moeten betalen, gaan lopen. 99% is gebleven. En alleen de overige mediatiseerde figuren van Asterix en Obelix, die naar hier of naar Poetin vliegen, die komen in het nieuws. En die worden hier politiek gebruikt voor andere doeleinden. Waarom wil is in zijn weg. En voor vermogenden is het niet zo eenvoudig om te gaan lopen. Bovendien gaat het voor die families uiteindelijk over een tax van 100.000 of 150.000 euro per jaar voor miljonairsfamilies. Dus het is niet dat ze daar een catamaran minder van moeten kopen. Nee, het is niet Ik wil, meneer Mertens, met permissie, ik wil nog een paar andere dingen, want we willen een beetje een idee krijgen van uw programma. Het ging hier over gezondheid, maar u bent sceptisch, uw partij is sceptisch, en dan kijk ik naar mevrouw Branders, over een milieubelasting. De milieubelasting is een algemene techniek, bijvoorbeeld als we uw programma doorlopen, kilometerheffing niet te vinden. Dat is niet waar. Ik heb het nog net even geprobeerd niet goed van gekeken. De zoek. Ik heb de zoekfunctie van... Het staat in onze korte folder zelfs, die we hier in alle bussen van Antwerpen steken. U bent dan voorstander van inderdaad ook een kilometerheffing... Voor vrachtwagens. Voor vrachtwagens, maar voor de gewone man. En voor de dat gewone, is heel de kwestie van de vervuiler betaalt. Hè? Dus men zegt, wij willen niet dat de vervuiler betaalt. Wij willen voornamelijk dat de vervuiler aan de bron betaalt. Hè? Als je
een tandenborstel moet kopen en die zit in een plastieke zakje en dan nog eens een keer nog in meer plastic, dan vinden wij niet dat de vervuiler degene is die die tandenborstel koopt. Dan vinden wij datgene die de vervuiler is, die al dat plastic maakt. Hè. Dus dat is een discussie. Gaan we de vuilzakken nog duurder maken of gaan we aan de bron, de productie van onoverbodige middelen duurder maken. Maar en voor ons gaat het over grote vervuilers. Een milieuheffing nodig hebben om het mobiliteitsgedrag van de Vlaming te wijzigen. Hè? Ja, van we kopen elke dag nog meer auto's, we doen elke dag nog meer kilometers met de auto. Als we dat leefbaar willen gaan halen, waar we ook de ring rond Antwerpen leggen, dat is zo'n belasting van het milieu met die auto's. We gaan moeten een gedragsverandering krijgen. Een instrument is milieubelasting. We gaan een gedragsverandering moeten hebben, maar we gaan eerst, om democratisch te zijn, en daar onderscheiden wij ons inderdaad met van andere partijen, een alternatief moeten hebben rond woon-werkverkeer. Want wij pleiten tegen die rekeningrijden voor gewone mensen. Als er geen alternatief is voor woon-werkverkeer en voor heel wat mensen naar de Antwerpse haven, voor heel wat mensen die uit de Kempen moeten komen. U moet eens proberen de spoor- en treinverbinding van de Kempen naar de industrie te nemen. Mensen, als die het openbaar vervoer moeten nemen, zijn 1,5 à 2 uur onderweg. Ja. En dan begrijp ik de auto wel zien als een alternatief. Komt dat erop neer dat de gewone man heel hard beschermd wordt bij jullie? Allee, als ik dat als leek mag vragen, de gewone man heel erg beschermd wordt en dan de grotere bedrijven en camionchauffeurs en dat die extra... Maar dat is heel de kwestie van dat de grootste schouders, de sterkste schouders, de zwaarste lasten moeten dragen. Hè. En dus als je je auto nodig hebt om op een werk te geraken en je moet daarvoor betalen nog eens, dan gaat er een stuk van je loon af. Mm-hmm. Hè. Als er geen alternatief is om aan dat werk te geraken, dan moet je niet diegene straffen die met zijn auto naar zijn werk rijdt. Maar wij zijn absoluut voor meer vrachtvervoer over het water, over het spoor. Wij zijn absoluut voor de uitbouw van de openbare diensten. Daar hebben we het net over gehad, dat daar juist jobs moeten bijkomen. Sinds de liberalisering van het spoor zijn er 5000 mensen ontslagen aan het spoor. Hè. 5000 jobs zijn daar weg. En diezelfde regering zegt, we moeten jobs maken. Dat is een contradictie tot en met. Hè. En dan maar... En dan de factuur terug doorschuiven naar de gewone autogebruiker, dat is erover gewoon. Goed, we beginnen een beetje een beeld van het verhaal te krijgen. Laten we dan eens kijken naar de ambities en de mogelijkheden van PvdA na 25 mei. Ja, meneer Mertens, wat je leest in het programma is vooral, we zijn daartegen, we zijn tegen gasboetes, we zijn tegen de jacht op werklozen, we zijn tegen de... Voor de miljonairstaks. Dat lijkt niet de taal van een beleidspartij, denk ik dan. Hè? Of hebt u wel die ambitie? Maar kijk, iedereen kan surfen naar www.pvda.be om een heel positief verhaal te vinden. Heel ver weg van alle clichés die worden opgehangen. We zijn een ongelooflijk positieve partij met positieve mensen. Dat bewijzen we lokaal. Uiteraard bewijzen we dat lokaal. Dat gaan we ook op een ander niveau bewijzen. Maar wij zijn een groeiende partij. En uiteraard profileren wij op dit moment ons als een oppositiepartij. Het zou maar dom zijn als wij nu de pretentie zouden hebben om ons als een regeringspartij te profileren. Dat zijn wij niet. Wij willen in dat parlement geraken. Maar ons verhaal is positief. En dat respecteren de mensen ook. Want ze voelen dat geneeskunde voor het volk elke dag... toepassen is een heel positief verhaal. Een positief verhaal is natuurlijk wel heel, heel mooi, maar neem bijvoorbeeld de energiesector. Dat zegt u, we willen af van elk label en EDF. En wat gaan we doen? We gaan een nationaal energiebedrijf terug oprichten en dat gaan we laten besturen door rechtstreeks verkozen bestuurders, door de consumenten, dus iedereen eigenlijk, nog een verkiezing erbij. En we gaan, want ze zijn allemaal consumenten. In Duitsland zijn er ondertussen 64 steden die een referenda hebben georganiseerd. We hebben het over nationaal Georganiseerd. En die 64 steden die hebben een keuze kunnen maken. Willen wij een openbaar energiebedrijf dat een omschakeling is naar groene energie? En in die 64 steden hebben de meerderheid van de mensen en gekozen. Kijk, wij willen op stadsniveau groene bedrijven hebben van elektriciteit. Want energie is zo belangrijk als toekomstsector. De groene coöperatieven die nu productie doen van groene energie in dit land, die beter ondersteunen. En zorgen dat die meer marktaandeel krijgen? Maar dat is het probleem natuurlijk in dit systeem, dat je een monopolie positie hebt. Ze hebben geen 60% van de productie. Op de energie vanaf 55% is er een monopoliepositie. Ja. Dat je een monopoliepositie hebt in de energiemarkt. En dus in die zin verschillen wij inderdaad met het standpunt van bijvoorbeeld SPA. Wat is de ambitie? De ambitie is om absoluut in dat parlement te geraken, om eens een andere stem tegen de mainstream in, tegen de gewone gedachten in het oor. En om ook aan de mensen in Vlaanderen te laten zien dat wij een andere partij zijn dan vaak over ons wordt gezegd. Ja, anders dan anders bij deze verkiezing. Als u niet verkozen zou zijn, dan is dat een nederlaag, denk ik.
Ja, elke nederlaag zal nadien terug in een nieuwe overwinning moeten omgezet worden. Nee, maar de ambitie is duidelijk. Wij willen in dat parlement geraken. Ja. Ik wil daar nog iets over vragen. In de peilingen gaat het dan goed of zo? Maar jullie zijn bijvoorbeeld de enige partij die, denk ik, deur aan deur zijn gegaan, toch bij mij aan de deur. Wat doen jullie daar effectief mee met de papieren die je in de bus hebt gekregen van de PvdA? En plus, hè, want hier wordt nooit PvdA plus. Ik kreeg van heel veel mensen te horen, vraag eens waar dat die plus voor staat. Waar staat die plus voor en wat gaan jullie doen met hetgeen wat je van de burger te horen hebt gekregen? Wij zijn onze kiescampagne begonnen met 41.000 mensen te bevragen. En bijvoorbeeld dat positief programma dat we hebben, daar met die 237 eisen, er komt heel veel vanuit die bevraging bij 41.000 mensen. Dus wij beginnen onze kiescampagne met mensen te bevragen. Wij kijken welke punten waarmee wij akkoord zijn, welke positieve ideeën van onderuit komen. Wij vertalen dat in 237 superpositieve, heel concrete punten. En zo hebben we die kiescampagne ingetrokken. En wij hebben ook gezegd, als wij in het parlement zitten, dan gaan wij al dat materiaal meenemen naar dat parlement. Wij gaan jullie eisen mee vertalen. En de plus die staat eigenlijk gewoon voor de verruiming op de lijst. En iedereen die op de lijst staat van de PvdA is lid van de PvdA. Je hebt acteurs zoals Ben Rotiers, Aipolleke van FC De Kampioenen, een ongelooflijk geëngageerd man. Met een beetje geluk gaan we nu drie linkse partijen in het parlement hebben. Gaan we een grotere kiezerskorps van links hebben of gaan we daardoor om elkaar nog wat meer verdeeld hebben? Je hebt altijd ik denk dat u niet zo halstarrig of krampachtig moet over de verdeeldheid van links spreken, want je hebt altijd een debat gehad aan de rechterzijde en dat heeft rechts versterkt. Ik denk dat er ook een debat moet zijn aan de linkerzijde. Trouwens, de laatste peilingen bewijzen voor de provincie Antwerpen dat globaal gezien de drie linkse partijen 4-5% terughalen bij de rechtse partijen. En dat komt onder meer de locomotieffunctie van de PvdA. Maar een beetje debat over werkloosheid en zo verder is positief. Dat er debat is, hoor ik zeggen. Slotvraag van mevrouw Branders. Waarom moeten de mensen die links denken, op u stemmen en niet op een andere linkse partij? Mag ik het, waarom moeten ze tout court op u stemmen? Zolang de leeuwen hun vertellers niet hebben, gaan de jachtverhalen over de roem van de jagers gaan. En dus wij zouden heel graag andere verhalen komen vertellen in het parlement dan de ene liberale fanfare na de andere die daar nu altijd maar opnieuw wordt herhaald. Goed, op die noot mag ik u bedanken voor het interessante gesprek. Dat was het voor deze campagne 25-5, editie PvdA. Morgen is hier de beurt aan Groen. Opmerkingen blijven welkom op ons mailadres, redactie@atv.be of via Twitter, hashtag ATV2505. Heel graag tot morgen. Nog een fijne avond.